Wat zou je het allerliefste willen? Misschien wil je wel een profvoetballer worden of een beroemde muzikant. Misschien wil je wel een hele mooie mountainbike, zodat je lekker door de bossen kan crossen. Maar waarom wil je dit? Waarom zou je een profvoetballer of een beroemde muzikant willen worden? Misschien denk je wel, omdat ik dan later heel veel geld kan verdienen. Oké, en waarom zou je dan heel veel geld willen verdienen? Nou ja, omdat je dan alles kan kopen wat je wilt. Oké, en als je dan alles hebt wat je wilt, waarom zou je dat dan willen? Nou, dan zul je misschien zeggen, ik denk dat als ik alles heb wat ik wil, dat ik dan gelukkig ben. Oké, en waarom zou je een mooie racefiets willen? Nou, ook dit zul je waarschijnlijk doen omdat het goed voelt, omdat je het idee hebt dat je er gelukkig van wordt. Uiteindelijk doen we de meeste dingen omdat we hopen dat we er gelukkig van worden. Maar waarom zou je dat eigenlijk willen, gelukkig zijn? Gelukkige mensen zijn gezonder en worden ouder. Ze kunnen vaak goed werken en goede ideeën bedenken. Maar wat is dat geluk dan eigenlijk en hoe kun je aan je geluk werken? Het is heel moeilijk om te vertellen wat geluk nu precies is. Toch weet bijna iedereen wel wat het is en wanneer ze zich gelukkig voelen. Misschien kunnen we eerst eens even kijken naar wat geluk niet is. Geluk is niet altijd maar super vrolijk zijn. Het is helemaal oké om ook verdrietig te zijn of boosheid te voelen. Stel bijvoorbeeld je konijn is overleden, dan kun je verdrietig zijn, maar je toch gelukkig voelen. Want je hebt wel een hele mooie tijd met je konijn gehad en je hebt allemaal lieve vrienden en familie die je troosten. Geluk is ook niet alles hebben wat je wilt. Mensen worden niet altijd maar blij van alleen maar mooie spullen. Er zijn ook een heleboel beroemde mensen die alles kunnen kopen wat ze willen en zich toch niet gelukkig voelen. We worden er blijer van om juist dankbaar te zijn met wat we al hebben. Er zijn al jarenlang een heleboel slimme wetenschappers bezig met geluk en ze zeggen dat geluk te maken heeft met hoe tevreden je bent met je leven tot nu toe en hoe fijn je je voelt op een normale dag. Wat deze wetenschappers ook zeggen is dat we ons geluk kunnen trainen alsof het een soort spier is. En nu hebben ze een heleboel trucjes en feitjes ontdekt die we kunnen gebruiken om een gelukkiger leven te leiden. De komende dagen zullen we jullie deze trucjes en tips allemaal gaan uitleggen.